Voor beide nesten is het eerste week inmiddels goed voorbij gevlogen. De pups groeien bij beide hartstikke goed, hebben mooie ronde lichaampjes. Eerst kon je nog echt zien dat ze net geboren waren, kun je de borstkastjes nog goed onderscheiden. Maar nu zijn het allemaal mooie ronde pups. Ondertussen wordt hier de boel afgebroken. Tafurp. Elsa gaat maar weer terug naar de pups. Elsa accepteert nu ook dat de rest hier in de kamer is. De enige onbenullige, onze jonge Furby, als die te dichtbij komt, dan laat ze het nog wel weten. En verder gaat dat gelukkig ook hartstikke mooi. Dat is fijn. Dan kunnen ze allemaal gewoon hun aandacht krijgen. Nou, deze week bij Juna, de pup, zijn de eerste oogjes open gegaan. Bij Elsa is dat nog niet het geval, maar komt meestal rond de 10 dagen. Dus die zullen ook spoedig volgen. En verder is het echt nog heel veel slapen en eten. Meer is het nu niet. Dus volgende week wellicht wat meer te zien in de vlog. Deze avond. De pups van Elsa zijn nu een paar dagen oud. Het gaat eigenlijk heel goed. Dus daar zijn we blij mee. Die van Juna lopen natuurlijk een stapje vooruit. Een stapje verder vooruit. Hey!
our shining star. Giving, receiving, changing, believing, holding them like a star. Bedankt voor het kijken en tot volgende week.